We zijn hier bij Wageningen Universiteit en Research op een locatie in Lelystad. In deze locatie doen wij onderzoek voor de boer van nu en voor de boer van de toekomst. En we helpen boeren om beter te boeren. Hoe kunnen wij energie-autonoom worden? Dus ook hoe kan een boer dat worden? En daar richten we ons op. En wat daar heel belangrijk voor is, is dat we de energie die we produceren ook voor langere tijd kunnen opslaan. En de beste manier om dat te doen is door waterstof te produceren. Nou, de eerste stap naar die energieautonomie hebben we gezet. En dat hebben we gedaan door de aanschaf van een vorkheftruck die op waterstof rijdt. En we hebben natuurlijk onze leveranciers nodig om verdere stappen ook te kunnen zetten. Wurre en Groenoord hebben een reeds lange relatie. We hebben altijd het doel gehad met elkaar om een win-win situatie te krijgen. Dit project is na verschillende gesprekken hier tot stand gekomen. Men was op zoek naar een innovatieve oplossing voor waterstof. Wij hebben contact opgenomen met Toyota. Daar hebben we dit gezamenlijk opgepakt en uiteindelijk hebben we nu het resultaat. De eerste waterstofheftruck is een feit hier. Dus wat we hier met z'n drieën aan het doen zijn in de samenwerking tussen WUR, Groenoord en Toyota, is een systeem neerzetten wat duurzaam is en productiviteit heeft. Het mooie van dit bedrijf is dat het allemaal samenkomt. Je zou kunnen zeggen een ecosysteem van windturbine waar elektriciteit wordt opgewekt en straks ook waterstof wordt geproduceerd tot en met het gebruik in de Toyota heftruck. Nou, de komende 5 jaar willen we deze ontwikkeling doorzetten. En het zou ontzettend mooi zijn dat wij niet één, maar meerdere vorkheftrucks op waterstof hebben draaien. Maar ook al 1 of 2 trekkers. Of misschien een aantal zelfrijdende oogstvoertuigen. Dat is wat we willen. En we zijn afhankelijk van onze leveranciers, dat ze ook datgene kunnen leveren wat we willen. En daarom moeten we samenwerken.